Brussels Airlines heeft zijn vluchten dan wel opgeschort. Dat betekent niet dat de luchthaven van Zaventem volledig stil ligt. Er zijn nog dagelijks cargovluchten en er zijn nog altijd vliegmaatschappijen die mensen terug naar België brengen. Christophe Demoulin is piloot bij Air Belgium. Dit weekend ging hij samen met zijn collega's nog ruim 250 mensen ophalen in Lima in Peru. Op de heenreis hield hij voor ons een iets wat bevreemdend videodagboek bij. Overal vliegtuigen. Ongelooflijk. Voilà, we zijn enkele minuten voor het vertrek. We zijn nog catering aan het laden en de laatste liters kerosine aan boord aan het pompen. En wat er een zeer vreemd gevoel geeft, is natuurlijk wat u achter mij ziet. Alle vliegtuigen geparkeerd aan de terminal, die gaan nergens naartoe, die vliegen niet. Dat is een zeer raar gevoel. En dat hebben we eigenlijk niet meer gehad sinds 9-11. Eigenlijk heel apart is aan de situatie is dat we met een leeg vliegtuig op stap zijn. Dus we gaan pas eerst van Lima terug naar België repatriëren. Maar op het ogenblik zijn we dus leeg naar Lima aan het vliegen. Een beetje een raar zicht, iets dat we eigenlijk bijna nooit aan boord meemaken. Atlantische Oceaan, komende 3 uur. En dat is de collega. Hallo. Een markant feit aan de vlucht zijn de stoelen die voorzien worden voor quarantaine. Dus moest er een passagier ziek worden aan boord, moeten die hier in quarantaine gezet worden. Natuurlijk allemaal te maken met de maatregelen die in acht moeten genomen worden op zulke vluchten. 50, 40, 30, 20, retard. 10. Na 16 uur verplichte rust, ieder op zijn eigen kamer met apart eten en na controle van een temperatuur mag de crew, 3 piloten, 1 technicus en 9 man cabinepersoneel 251 passagiers terug naar België brengen. Opnieuw zo'n 12 uur vliegen, veilige landing, gelukkig zonder één zieke.